Verhagen en Wilders is een frontale aanval op de rechten van werkende studenten en uitkeringsgerechtigden. Wij moeten gaan betalen voor de kapitaalinjecties in de banken, in de bedrijven, terwijl diezelfde banken en bedrijven cadeautjes krijgen in de vorm van belastingverlaging. Het kabinet geeft aan de rijken en steelt van de armen. Van de hardwerkende Nederlander, wat voor etniciteit of culturele achtergrond dan ook. Die trend zien we ook in het hoger onderwijs. Laat ik de maatregelen even opnoemen. Studiefinanciering wordt afgeschaft voor masterstudenten. Langstudeerders, of in normaal Nederland, studenten die moeten werken om rond te komen en daarom studievertraging oplopen, moeten bijna 5000 euro per jaar gaan betalen en krijgen dadelijk geen OV-kaart meer. En daarnaast is het nu al zo dat ambitieuze studenten die een tweede studie willen doen, dat niet meer gesubsidieerd krijgen door de overheid, waardoor ze in sommige gevallen 10.000 euro moeten gaan betalen per jaar, maar als ze geneeskunde willen studeren of iets dergelijks, een veelvoud daarvan per jaar. Nou, ik denk dat de gevolgen van het beleid zich wel laten raden. Studenten uit arme gezinnen zullen straks in veel gevallen helemaal niet meer kunnen studeren. We gaan terug naar de situatie zoals het in de jaren 50 was. Onderwijs wordt een privilege voor de rijken en de rest van ons is niet goed genoeg om te mogen studeren en zich te mogen ontwikkelen. Rutte vertelt ons dat de staatsschuld niet mag worden afgewendeld op onze kinderen. Maar in dezelfde beweging ontneemt hij kinderen het recht om zichzelf te ontwikkelen en om een toekomst voor zichzelf op te bouwen. Sinterklaas Rutte houdt alleen voor rijke kindertjes. Dat komt voor ons niet als een verrassing. Wij wisten al dat er plannen waren om het onderwijs uit te kleden en daarom zijn studenten vorig jaar begonnen met het bezetten van universiteiten en begonnen een reeks van acties waarin we erin zijn geslaagd om de bezuinigingen op de kaart te zetten en mensen bewust te maken van wat er op ons af gaat komen. Nu gaat het erop aankomen om verdere stappen te gaan nemen en daadwerkelijk die bezuinigingen te gaan tegenhouden. Vorig weekend was ik in Parijs op uitnodiging van de Nouveau Parti Anticapitaliste. En ik liep mee in een enorme demonstratie voor de bescherming van de pensioenrechten daar. Ik sprak daar met verschillende activisten en wat me opviel aan de demonstratie was niet alleen dat het een van de grootste en strijdbare demonstraties was die ik heb meegemaakt, maar zeker ook dat het een enorm diverse demonstratie was. Alleen al de enorme aantallen studenten lieten dat volgens mij zien. Heel veel jongeren die opkwamen voor pensioenrechten. En dat laat zien dat die protesten over veel meer gaan dan alleen maar de pensioenen. Ze gaan over het algehele beleid van Sarkozy. Omdat deze maatregel het symbool is geworden van beleid dat normale mensen laat opdraaien voor de crisis en de rijken daarmee weg laat komen. De Franse bevolking, die een meerderheid achter de actie staat, zien dat recht als een groot onrecht. Hier in Nederland hebben we te maken met beleid dat uit dezelfde koker komt. En ik denk dat de noodzaak van het verzet in Frankrijk en Nederland een belangrijke overeenkomst is tussen die landen. Maar er is nog een tweede overeenkomst met Frankrijk. Een overeenkomst die door de media wordt verzwegen en die ik op het spoor kwam in gesprek met normale activisten in Frankrijk. Die overeenkomst is dat het enorme verzet in Frankrijk niet tot stand is gekomen doordat een vakbondsbestuurder aan de top op een fluitje blies of dat de grote partijen opriep tot demonstraties. Het begon maanden eerder toen normale mensen die kwaad waren over het beleid van Sarkozy zich begonnen te organiseren. Lagere vakbondsbestuurders die het bezet aan het aanjagen waren. Jongeren die de demonstraties aan het steunen waren. Het verzet is in de afgelopen maanden opgebouwd aan de basis. Even kijken. Dus de les die we uit Frankrijk te leren hebben is niet het verhaal van de media dat Frankrijk nou eenmaal altijd in actie komt en dat het in Nederland nooit zal gebeuren. De les die wij te trekken hebben is het tegenovergestelde daarvan. Namelijk dat ook wij de kracht hebben om geschiedenis te schrijven. Om terug te vechten tegen onrecht en voor een betere toekomst. Maar dat we die kracht niet op een presenteerblaadje gaan krijgen van Agnes Jongerius of Job Cohen. Die kracht moeten we zelf gaan opbouwen. Door het voortouw te nemen in het organiseren van onze collega's en van onze medestudenten. Door samen te discussiëren en samen actie te voeren. Daarom is het volgens mij van het grootste belang dat vandaag niet zomaar één actie is. Vandaag
kan een beginpunt of zelfs een keerpunt zijn. Als we vanmiddag naar huis gaan, hoop ik dat we allemaal naar huis gaan als organizers. Als mensen die in de komende weken, maanden en misschien wel jaren het verzet aan de basis in hun eigen omgeving gaan verder brengen. Ik ben ervan overtuigd dat als we dat doen, dat we niet alleen dit verrotte rechtse kabinet met een hele pakket aan bezuinigingen naar huis kunnen sturen, maar ik denk dat we dan eerste stap kunnen zetten naar een veel beter Nederland. Een Nederland dat goed leven garandeert voor iedereen die hier woont, los van nationaliteit, los van verblijfspapieren, los van culturele achtergrond of wat dan ook. Een Nederland dat niet mensen uit elkaar speelt, maar mensen samenbindt. Een sociaal en solidair Nederland. Zoals de Fransen het zeggen, la lutte continue. De strijd gaat door. Dankjewel.